наш Снейп? Нет. Но мы все могли в это. En nu opletten. Vandaag mogen jullie proberen de nuttigste drank te mengen die ooit is uitgevonden. De Wiggenwelddrank. Potter, jij hebt je net als vrijwilliger opgegeven om de rest van de klas te laten zien hoe het moet. Kom onmiddellijk hier. Met een Wiggenwelddrank kun je je levenskracht aanvullen. Zelfs één enkel flesje is in staat om de ernstigste verwondingen te genezen. In deze kist zitten de twee ingrediënten voor de Wiggenwelddrank. Slijm van de flipperworm en schors van de wiggenboom. Haal ze eruit. Ah, oh, dat is moeilijk. Oh. Alle vervallen! Waar wil jij naartoe? Loop naar de ketel toe. Raak de toverdrank niet aan. Ik wil niet dat hij besmet wordt. Wat dan? Zou ik dan roken? Let goed op hoe meneer Potter de ingrediënten in de ketel doet en ze mengt. Voorzichtig, Potter. Je wilt toch geen afdelingspunten verspelen? Meneer Potter heeft nu een Wiggenwelddrank ter beschikking. Druk op de spatiebalk om de drank in te nemen. Terug naar je plaats, Potter. De avonturiers onder jullie, of beter gezegd, de onhandigen onder jullie, zullen waarschijnlijk hun eigen Wiggenwelddrank willen maken. Hiervoor vind je overal op Zwijnstein dit soort ketels. Het zijn de enige ketels waarmee je een Wiggenwelddrank kunt brouwen. De ingrediënten, slijm van de flubberworm en schors van de wiggenboom, vind je eveneens overal op Zwijnstein. En dan nu de lezing van vandaag. De geschiedenis van de extractie van flubberwormslijm. Voordat deze lezing begon, dacht ik al genoeg te weten over het slijm van de flubberworm. En ik had gelijk. Nou, ik vond dat hij wel een paar interessante punten behandelde. We moeten gaan voor Snape naar buiten komt. Kom. Kom hier. Ik wil je verscheuren. Wat was dat? Wat was wat? Die stem. Hij kwam daar vandaan. Kom. Wat gebeurt er? Hoed u, vijanden van de erfgenaam! Hierna zijn jullie aan de beurt, modderbloedjes! Ze is versteend. Maar ik heb geen idee hoe. En nu wil ik iedereen verzoeken terug te gaan naar de slaapzalen. Er is hier niets meer te zien. Kom op, Harry. Professor Perkamentus heeft gelijk. Er is hier niets meer te zien. Zwijnstein was in rep en roer door de aanval op mevrouw Norks en de mysterieuze woorden die op de muur geschreven stonden. Er werd flink gespeculeerd over wie hiervoor verantwoordelijk was. Vooral Hermelien was erg overstuur. Ron en Harry wisten zeker dat ze iets in haar schild voerde. Maar Hermelien liet niets los. We moeten naar de les spreuken en bezweringen, Harry. En ik heb een idee. Wat voor idee? We moeten professor Banning vragen naar de geheime kamer. Hij kan ons er vast wel wat over vertellen. Kom op. Pardon.
Schiet op, Harry, anders komen we te laat bij spreuken en bezweringen. Ik kom eraan, Hermelien. Harry Potter, ik krijg je wel! Welkom bij Spreuken en Bezweringen. Vandaag leren we de D-plasma-spreuk. Ja, juffrouw Griffel? Ik vroeg me af of u ons misschien iets kon vertellen over de geheime kamer. Mijn vak is spreuken en bezweringen, juffrouw Griffel, niet mythe en legende. Toe, professor, we willen het allemaal weten. Goed dan. Zwijnstein heeft 4 stichters. Goderik Griffoendoor, Salazar Zwadderich, Helga Hufflepuff en Rowena Ravenclaw. Zwadderich wilde alleen leerlingen van zuiver tovenaarsbloed toelaten tot Zwijnstein. De andere stichters waren het daar niet mee eens en Zwadderich verliet de school. Ja, juffrouw Griffel? Hij bouwde een verborgen kamer in het kasteel waar de andere oprichters niets van af wisten. Met een groot monster om de kamer van binnenuit te bewaken. Volgens de mythe zou op een dag de ware erfgenaam van Zwadderich terugkeren om de kamer te openen en de gruwel die hij bevat te ontketenen. En dan zouden alle niet-magische kinderen van school worden gestuurd. Flauwekul natuurlijk. Laten we ons nu weer bezighouden met de magische realiteit. Meneer Potter. Komt u maar eens naar voren om de oefeningen te doen om D-plasma te leren. Met plezier, professor. Wat doe jij nou? The fuck? Maak je hoofd leeg. Denk vooral niet aan die nonsens over een geheime kamer. En concentreer je op het symbool voor je. De toverstok gaat langzaam rond het symbool bewegen. Precies op het moment dat de toverstok over de pijlen gaat, moet je op de bijbehorende pijltoets drukken. Deze oefening heeft 3 niveaus. Op elk niveau moet je alle pijlen goed raken. Klaar om het te proberen? Nee. Ronde 1, start! En dat is weer als een wens. Probeer het nog eens. Hou vol, Harry. Het is je bijna gelukt. Goed zo, Harry. Je gaat door naar het volgende niveau van deze les. 5 punten voor Gryffindor. Ronde 2, start! Goed zo, Harry. Je gaat door naar het volgende niveau van deze les. 10 punten voor Gryffindor. Ronde 3, start! Ik weet je dat het maar kort wil, als ik maar 1 punt van het einde te doen. Misschien wordt het misschien een beetje raar. Probeer het nog eens. Hou vol, Harry. Het is je bijna gelukt. Weet je? Ik moet dan nog wel wat. Probeer het nog eens. Zo,
dat is mijn goed gedaan. Je hebt alle oefeningen uitgevoerd. 15 punten voor Gryffindor. Goed zo, meneer Potter. Je hebt de deplasma-spreuk geleerd. Nu is het tijd om je nieuwe kennis te testen in de deplasma-uitdaging. Harry Potter, welkom bij mijn deplasma-uitdaging. Om de uitdaging te volbrengen, moet je de voltooiingsster vinden, die een paar verdiepingen onder ons is. Probeer hem zo snel mogelijk te gaan halen. Als de uitdagingsklok op nul staat, voor je de voltooiingsster hebt, verlies je de uitdaging. Onderweg vind je uitdagingssterren. Als je een uitdagingsster opraapt, verhoog je je tijd en je score. Ik raad je aan ze allemaal te zoeken. Probeer de voltooiingsster te vinden met zoveel mogelijk tijd op de klok. Hoe hoger je score is bij het volbrengen van de uitdaging, hoe meer afdelingspunten je verdient. Dat is wel. Flippendo! Ectoplasma is een akelig groenig goedje dat wordt achtergelaten door bepaalde geesten. Op sommige plaatsen blokkeert het deuren en openingen. Je kunt een deplasma uitspreken om het kwijt te raken. Deplasma! Deplasma! Flippendo! Flippendo! Je kunt ook een deplasma uitspreken om voorwerpen die vastzitten in ectoplasma los te krijgen. Deplasma! Deplasma! Flippendo! 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 Allohomora! Allohomora! Tuurlijk nog een toch naar Scott erbij. Ectoplasma neemt wat van je levenskracht af. Hoe langer je in contact bent met ectoplasma, hoe meer levenskracht je verliest. Deplasma! Allohomora! Deplasma! Deplasma! Flippendo! Deplasma! Rectuscent! Flippendo! Flippendo! Rectuscent! Rectuscent! Flippendo! Rectuscent! Het is Foppen! Hé, hey, daar hebben we Rottersnotte Stotterpotter. Ik ben dol op je naam en ruimt op zoveel onaardige dingen. Deplasma! 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 Deplasma!
Deplasma! Deplasma! Zo, de derde ster al. Keltisch aardmannetje. Vervelende, lastige kereltjes. Als je ze aanraakt, bijten ze.
Dus blijf uit de buurt. Met Rictus Sempra kun je ze verdoven. Of die is gaat gewoon op af. Allora! Allora! Rictus Sempra! Allora! Van de vrienden van haast onthoofde Henk. De plasma! Vader aan is hier. Vliegpendo! 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 Kleine kabouter wil met vader aan dus iets doen. Lumos!
Hallo, Hola! Goed zo, meneer Potter. Je hebt mijn diplasma-uitdaging volbracht. De overgebleven tijd is nu je persoonlijke topscore. Oh, ik had er iets gemist. De wekelijkse afdelingspuntenceremonie begint zo. Wel. Volgens mij is het weer tijd voor een afdelingspuntenceremonie. Eens kijken welke afdeling deze week op één staat. Zo, deze week duurt het nog maar één dag. Zo te zien staat Gryffindor bovenaan. Harry, het ziet er naar uit dat jij naar de bonuskamer mag. Harry, ik krijg nog geen grijze haar. De weken zijn zo omhoog. Oh.